Transplantatie heeft een invloed op het hele lichaam. En dat kan ook een invloed hebben op de seksualiteit. Dus mannen die een transplantatie hebben ondergaan, kunnen problemen ontwikkelen. Maar het kan ook zo zijn dat ze al problemen hadden met seksualiteit voordat ze een transplantatie hadden. Nou, dit kan ook weer effect hebben op het vlak van de relatie. En daardoor kan er minder intimiteit zijn geweest voordat er transplantatie plaatsvindt. Een van de klachten die voorkomt bij mannen die een transplantatie ondergaan zijn erectieklachten. En dat komt omdat patiënten die in aanmerking komen voor een transplantatie vaak al bloedvatproblemen hebben. En juist die bloedvaten zijn zo belangrijk voor het krijgen van een goede erectie. Want seksualiteit bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. 1 is het zin hebben in seks. 2 is het krijgen van een erectie bij opwinding. En 3 is het krijgen van een orgasme met een zaadlozing. En op al die vlakken kan er een verandering optreden. En dat kan komen door de ziekte zelf, door de operatie of door het medicijngebruik. En bijvoorbeeld bij een niertransplantatie kan het ook zo zijn dat de zaadlozing uitblijft. Dus dat er een droog orgasme is. En het is goed om, als dat zo is, daar vragen over te stellen en om daar uitleg over te krijgen. Verder kan het zo zijn dat alle lichamelijke activiteit pijnlijk is na een transplantatie. En dat kan natuurlijk ook gelden voor seks, omdat seks ook een lichamelijke activiteit is. En adviezen over een andere positie tijdens de seks kunnen dan behulpzaam zijn. Ook hier geldt weer voor, als er problemen zijn op het gebied van de erectie of de zaadlozing of de zin in seks, is het altijd goed om dit ter sprake te brengen. Je behandelend arts staat hier open voor en als hij niet de oplossing voor je heeft, dan kan hij of zij je altijd verwijzen naar een seksoloog.